Ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Yeah, vrienden, daar zijn we weer. Welkom, welkom, welkom. Hey, en dit keer met de uitslag van degenen die doorgaan naar de finales. En deze finalisten hebben nog tot en met zondag de tijd om een nieuwe video te maken. Dus zend hem uiterlijk zondagmiddag, CQ begin avond, naar me toe. En dan ga ik er een nieuwe video van maken. En dan gaan we de finales doen. En dat is aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag zijn die finales. Ik zou zeggen, hier gaan we met de bekendmaking. Yo. Let's get ready to rumble! Oké. Dan gaan we dan. Dit keer we beginnen met de non-modded garages. En in semifinale 1, non-modded, heeft gewonnen Gautier. Overduidelijk heeft gewonnen Gautier. Jij bent door naar de finale, jongen. Gefeliciteerd. En in semifinale nummertje 2, van de non-modded garages, daar hadden wij Ninja King. Ninja King 0805, jij hebt heel overtuigend gewonnen, jongen. Gefeliciteerd. Jij bent door naar de finale en gegarandeerd van een podiumplaats, uiteraard. En in semifinale nummertje 3 van de non-modded voertuigen is Koning Willy. Ja, echt als koning gekroond, want 57% van de stemmen. Ja, dat is wel koninklijk. Het is gefeliciteerd, Willy. Jullie drie door zijn door naar de finale. Andere vrienden, bedankt dat jullie mee hebben gedaan. Dan gaan we nu door naar de modded garages. Daar was in semifinale nummer 1, garage nummer 2, Daddy Cool, die beste. 41% van de stemmen. Had ik echt niet zien aankomen, want dat ging heel lang. Heel goed voor THSB, jammer voor jou, maar ja, ik heb toch gewonnen, daar ben ik blij om, maar nee, ik had het jou net zo goed gegund, daar gaat het niet om. Semifinale nummertje 2 van de modded voertuigen, die is redelijk zeker gewonnen door Tanuti, garage nummer 1, Tanuti. Die heeft gewonnen in modded finale nummertje 2 van de modded voertuigen. En dan hadden we er nog eentje over. En dat vond ik zelf de aller spannendste. En dat ging tussen Wiesel, Bunjer en Misselijke Vent. En die is gewonnen met 57% door Misselijke Vent. Jij hebt hem gewonnen, maat. Jij mag door naar de finale. Wij treffen ons drieën. Dus dat is Daddy Cool. Samen met Tanuti en Misselijke Vent in de modded finales. En er zal natuurlijk nog een finale zijn. En dat is de non-modded finale. En die finale zullen aantreden dus Gautier tegen Ninja King tegen Koning Willy. Dus twee finales aanstaande woensdag. Jullie hebben tot en met zondagavond om nog een nieuwe video in te zenden. Indien jullie dat wensen. En als je zegt van nou, laat het wat er van was. Want het gaat goed zo. Dan stuur me even een mailtje dat het zo blijft. Ik zeg je gasten. Heel veel succes samen. En tot aanstaande woensdag. Zegt Teddy Cool signing out. Till next time. Ciao.